Hey mensen, welkom terug bij de derde Minecraft video alweer. Vorige keer hebben we kennis gemaakt met Boris Big. Die zit hier nog steeds in zijn hokje. Ik ga nu, zou ik glas maken voor mijn huis. Dus dat ga ik even doen. Dan heb ik eerst een oven voor nodig. Je weet hoe dat gaat. Als je glas moet maken, dan heb je een oven nodig. En voor een oven hebben we steen nodig. En de steen is heel erg... Ah, daar. Nee, dat is... Ah, oké, wacht. Weet je wat ik ga doen? Dat zei ik in de vorige aflevering ook al, dat ik daar een luik zou maken. En die zou naar een grot gaan. Dus laten we daarmee beginnen. Dit kan allemaal veel efficiënter als ik gewoon dingen had gemaakt. Tools had gemaakt, zeg maar. Om te graven en zulks. Oké. Hier gaan we dan. Ja, daar gaan we. Ja, die gaat al goed. Hatsaflats. Kijk, daar zijn we al gelijk bij steen. Geweldig. Oké. Laten we dit steen... Nee, dit moet veel sneller kunnen, jongens. Hou op. Oké. Eerst stokken maken. Perfect. Nou, eerst even wat hout dan weer verzamelen. Het leven van Minecraft gaat niet over rozen. Dat gaat over hout verzamelen en varkens. Oh, sorry. Oh, sorry. Boris. Boris. Eet je zaden op, joh. Ik heb kennis gemaakt met je ze. Boris. Hey. Hey. Je ga je. Wacht. Als jij nou eens vrienden wordt met. Boris. Waar ben je? Oh. Jongen. Dit gaat ook niet helemaal soepel, hè. Oké. Okay. Ja. Je kan hem altijd maar een paar keer duwen, want dan wordt hij wild. Oké. Okay. Ja, erop. Doe wel dit, zo. Hop. Ga maar. Ja. Ha. Zo. Boris en Berna de Biggen. Oké, ik was bezig met hout verzamelen. Ja, perfect. Zo. Dan gaan we even een pikhouwiel maken. Want daarmee... Zo. En eventjes ook wat zaden voor... Berna, ik weet dat ze niet eten, dat hoef je me niet te vertellen, maar even voor ze dat... Kijk, ze moeten toch... Ze zitten al in een klein... Dit is al eigenlijk... Dit is niet oké, wat ik doe. In zo'n klein hokje, twee varkens, niet oké. Maar dan, ik zorg wel goed voor ze, dan maak je geen zorgen. Ik zorg voor ze met liefde. En ik zorg ervoor dat ze niks overkomt. Oké, ik heb even steen nodig. Wat had ik ook weer steen voor nodig? Oh, voor een oven, ja. Boris... Boris en Berna. Wat zijn ze toch lief, hè? Oké. We hebben bijna genoeg... Oh, we hebben al lang genoeg hout. Houtsteen. Schapen en varkens haal ik door elkaar in de eerste aflevering. Ik wist trouwens wel dat het schapen waren in de eerste aflevering. Maar ik zei toch... Huh? Is die ontsnapt? Gelukkig. Jij komt er maar mooi mee weg. Oké, een oven heb ik. In deze oven gaan we hout gooien en zand. En dat... Wow, kijk, dit ziet er al knus uit, zeg. Wauw. Oké, nog meer hout, want... we moeten dat vuurtje gaande houden. En zodat we zoveel mogelijk glas hebben. We hebben, ik geloof, 6 glas nodig om ramen te maken, echt. Dus dat is eigenlijk het doel voor vandaag. En we gaan nog even verder de grot in. Dus we gaan nog even... Oh, wat is dit voor geluid? Wat is het? Staat die op... Nou, dat kan best op hard. Ha! Oh, honger. Oh, nee. Hey, luister eens. Hey, Boris en... Nee. Je snapt het niet. Ik moet dit doen. Het spijt me. Ik moet dit doen. Oh nee, ik ben bijna dood. Ik wist niet dat je... Nou, gelukkig is mijn... Hey, dit is gewoon in mijn huis. Prima. Niks aan de hand. Ik had hem niet dood hoeven maken. Ik had je zus niet dood moeten hoeven maken. Dat had niet gehoeven.
Sorry. Even kijken. Hout verzamelen. Daar was ik mee bezig. Ik wist niet dat je serieus dood kon gaan van de honger. Maar dat is waarschijnlijk alleen in hard. Dus we gaan hem even van hard afhalen. We zetten hem op normal. Kan je dan ook nog steeds doodgaan van de honger? Komen we snel genoeg achter, denk ik. Want ik ben heel slecht in het onderhouden van mijn hongergevoel. Dus ja. Nog meer hout verzamelen. Vinden jullie het een beetje leuk, dit gamekanaal? Vinden jullie het echt zonde van jullie tijd? En gewoon eigenlijk ook zonde dat ik dit heb gedaan. Ik vind het in ieder geval heel leuk. Ik speel toch al Minecraft. Dus kan ik er net zo goed de domme dingen bij zeggen, toch? Ja, dacht het wel. Oké, genoeg hout voor nu. Lijkt mij. Om even dit vuur gaande te houden. Even planken van maken. Perfect. Oké, doen we even zo. Ja, whatever. Ik heb dat hout toch niet nodig. Nee, dat heb ik echt niet. Oké. Wat moet ik met die botten trouwens? Oh nee, deze botten die gaan niet meer weg, hè. Oké, verdwijn uit mijn leven. En die pijl ook. Ik heb je niet nodig. En die lelie... Ha! Oh, een creeper. Oh. Geweldig. Ha. De creeper heeft alles kapot gemaakt waar ik van hield. Creepers zijn echt mijn beste vrienden. Ik haat dit spel. Ik haat dit spel alleen maar als er creepers zijn. Verder is het echt een leuk spel. Creepers... Oké. Wacht hem maar weer. Geweldig, er is ook nog hout weggegaan. En een deur. Geef hier. Dit liedje geeft wel perfect weer hoe ik me voel. Nu. Hoopvol. Maar toch depressief. Er is veel gebeurd in mijn leven. Maar ik hou goede moed. En het liedje is afgelopen. Oké, we gaan verder. Een deur. Een deur maken. Oh. Oké, een deur maken. Als die creeper die niet was geweest, jongens, dan had ik deze aflevering echt iets kunnen beleven. Nu zijn we eigenlijk nog niet heel erg veel verder gekomen. Die bomen moet ik ook weer even planten. Weet je wat? Ik ga nog meer bomen planten. Hier. Zo. En dan is straks mijn hele huis is straks niet meer te vinden. Dat is handig. Oké, glas. Geweldig. En we zijn toch wel even wat verder gekomen, jongens. Want kijk. Ik kan gelijk even zo doen. Nou hebben we glazen. Ramen heet dat. Kijk, we krijgen het huisje echt... Het wordt nu echt een huisje. Oké, ik beloof in de volgende... Oké, in de volgende aflevering... In de volgende aflevering ga ik deze grot verder in. Verkennen. Kijk, het is echt een huisje gewoon. En ik heb, weer een nieuwe bicht erbij. Nou, het was best een succesvol... Kijk, die twee biggetjes. Op een onbewoond eiland. Waar ze een goede toekomst tegemoet gaan. Geniet van jullie leven. Maar Boris en Berna was het. Die gaan verwend worden door mij. Toch Boris en Berna? Hier, eet glas. Dit is het einde van de aflevering. Ik heb heel veel gedaan. Nou, het huisje is af. Nou, is nog niet af. Het wordt nog mooier hoor. Jongens, geen nood. Ik ga hier een ladder maken naar boven. Er komt nog een bovenverdieping. Wat daar gaat gebeuren, dat weet Joost alleen. Dus als Joost even kan zeggen wat daar daarboven gebeurt, dan komt het helemaal goed. En ik zie jullie morgen weer met een nieuwe Minecraft video. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet de video te delen met iedereen die je kent. En dan zie ik jullie snel weer.
Morgen dus. Later.